Zoom back, nog 2 weken. Een hele goede morgen. Ik ben Umme Gündüz, speler van Feyenoord 21. Ik heb helaas een aantal maanden geleden een zware knieblessure opgelopen, waardoor ik revalideer in Zeist bij de KVB. Vandaag ga ik jullie meenemen in wat ik allemaal daar doe en hoe het gaat daar allemaal. We wachten alleen op dit moment op de taxi. Die komt denk ik over een half uur. Ik ben nu aangekomen in Zeist en ik ga me even omkleden. En daarna moet ik me melden bij mijn fysio, Nick. Die gaat me de eerste half uur even goed beoordelen of de knie rustig is. Gaat hem even losgooien. En daarna gaat de training echt beginnen. En dan ga ik jullie daarin meenemen. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ben net behandeld door Nick. En, ik zit nu lekker op de fiets. Met stroom natuurlijk. En we gaan na het fietsen gaan we een half uur core pakken. Met Stanley ook. En dan gaan we het zwembad in. Stanley, hoe bevalt het revalideren met Umme? Ja, top man. Ja? Rustiger jongen, maar het bevalt goed. Als je Stanley of als je Umme mag omschrijven in één woord, hoe zou je het omschrijven? Omschrijven? Een kleine jongen. Stanley is geen concurrentje. Alles ga ik doen. Ja? Alles? Alles. Alles. En ook van jou. Dit is van. Dit is ook vastgelegd. Hij gaat alles voor mij winnen. Dit is van jou. Neem die camera nog een keer mee, joh. Neem die camera over 6 weken weer mee. Natuurlijk voel je het gemis voor voetbal, het gemis voor je teamgenoten. Normaal ben je met z'n allen altijd in de kleedkamer, maak je grapjes. En in het band, je wordt echt een hechte familie met je team. En dat mis je natuurlijk nu wel. En je valt in één keer weg. Er is in één keer geen Umme meer in het team. En ook van mij geen andere jongens meer. Mag je leg marching terug doen? Dat is natuurlijk wel zwaar en dat heb ik ook wel zwaar meegemaakt, moet ik zeggen. Alleen ik heb na een tijdje wel de knop omgezet om echt individueel aan de slag te gaan. En echt om individueel, als ik weer om dat teamverband weer terug wil komen, dat ik individueel nu echt mijn best moet gaan doen om zo snel mogelijk weer de kleedkamer in te gaan met de jongens te zijn. Swimsessie zit er ook op voor vandaag. Het is een hele zware training, maar gelukkig komen we er wel bovenop. En nu ga ik even eerst lekker douchen en omkleden. En daarna ga ik eerst natuurlijk ook even heel goed eten. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in mijn herstel. En daarna gaan we lekker door met trainen. En dan ga ik, als het goed is, nog de autogy in. Dan laat ik wel zo zien wat dat is. En als het goed is gaan we nog mini squatten. En dan zit de dag eigenlijk al bijna weer op. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om thuis ook de oefeningen te doen. Ik ben nu terug van Zeist. En ik ben nu aan het werk met mijn compex voor mijn bovenbeenspieren. Dat zorgt ervoor dat mijn bovenbeenspieren toch in beweging blijven. En dadelijk gaan we even de game ready in. En dat is 20 minuten even goed eisen voor mijn knie. Hoe is het dan? Rustig man, met jou bro. Rustig man, Evie. Ik heb vandaag ook een controle in het ziekenhuis. Dat ik weet niet mee opereren. Ik ga een aantal testen, controles doen voor mijn knie. En ik ben benieuwd wat ik ervan vind. Ik ben klaar in het ziekenhuis, onderweg naar huis. Ik mocht helaas niet filmen. Maar alles is in orde. Knie is heel rustig. Kruisband zit er netjes in. Ik heb natuurlijk ook wat kraakbeenschade opgelopen. En dat zit ook waarschijnlijk goed. Dus positief uitzicht om verder te kijken. Mijn dag zit er voor vandaag weer lekker op. Het was een zware en vermoeide dag voor mij. Ik
Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dat jullie eigenlijk nu een beetje een beeld hebben van mij. Hoe zo'n revalidatie nou eigenlijk in elkaar zit. Willen jullie nou altijd nog weten hoe mijn revalidatie is verlopen? Of weten hoe het gaat met me? Dan kunnen jullie me altijd nog volgen op Instagram. Umekundus_ kom nu in beeld. En ik hoop jullie zo snel mogelijk weer te zien op het veld. Ciao.